Dag allemaal, welkom in mijn badkamer. Ik heb jullie volgens mij nog nooit mijn badkamer laten zien, dus dat wil ik heel graag vandaag doen. Hier staat alles voor tandenpoetsen, dentaps. Dat zijn de kleine tabletjes waar je op koudt en dan is het net als gewone tandpasta. Dan heb ik nog floss, wat gewoon in de groene bak kan, wat gecomposteerd kan worden. En uiteraard de bamboe tandenborstel, daar heb je vast al wel een keertje van gehoord. En dit is mijn deodorant. Je hebt ze in verschillende geuren van verschillende merken. Maar het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Dat het een cremmetje is met daarin baking soda. En die baking soda die zorgt ervoor dat je niet meer stinkt. Dat is echt gewoon ongeveer de best zero waste swap wat ik eigenlijk heb gedaan. Ik denk dat ik er al bijna 7 jaar dit soort deo gebruik. Dus ik ben er ontzettend blij mee. Heb je nog nooit geprobeerd echt testen? Dit is echt fantastisch. Je kan zo'n deodorant ook makkelijk zelf maken. Het recept staat op mijn blog. Nou, waar ik verder op let is dat bijvoorbeeld deze mat heel fijn alleen maar van katoen is gemaakt. En niet van plastic. Die heb je heel vaak van plastic. Gaan we hier kijken wat ik normaal heb in mijn la. Allemaal dingetjes. Ik zal een paar laten zien aan je. Dit is maïzena en dat heeft iedereen toch in de badkamer. Logisch toch? De maïzena gebruik ik af en toe door mijn haar. Op dagen dat ik denk van, het is een beetje vettig aan het worden, maar ik heb helemaal geen zin om nog een keertje te douchen. Want dat spaart natuurlijk ook weer ontzettend veel water. Dus dan doe ik een heel klein beetje maïzena her en der zo verspreidend over mijn haar. En dan kan ik eigenlijk daar wel weer een dag mee verder. En dan hoef ik niet meer te douchen die dag. Verder wat je hier ziet is een houten haarborstel. En dan gebruik ik dit voor de kinderen. Hele fijne zonnebrand, wat niet slecht is voor het milieu, ook niet voor het zeeleven. En factor 50. Voor mezelf heb ik niet zo'n hoge factor nodig. En dan gebruik ik meestal deze. Ook heel fijn, het is gewoon een cremmetje. En helemaal natuurlijk en zit dan in een aluminium bakje. Dat scheelt ook weer plastic. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om geen make-up te dragen. Maar ik voel me echt zo foeilelijk zonder make-up. Dus dat gaat hem echt niet worden. Tegenwoordig gebruik ik het merk Boho. En daar ben ik al echt heel erg blij mee. Dit is dan de Boho make-up. Ik zal even bijpakken, dan kan je het beter zien. Alle verpakkingen die zijn allemaal van papier. En het doorkijkvenster, die is dan wel helaas van plastic. Maar goed, het is in ieder geval beter dan wat ik voorheen heb kunnen vinden. Het is wel een mooie make-up. Mooie natuurlijke make-up. En hopelijk dat ze in de toekomst dit nog gaan veranderen in een ander soort plastic. Bioplastic of iets heel anders. Wie weet gaan ze dat vinden. En in dit tasje... er zit mijn favoriete mascara. Ook van Boho. Weinig plastic met papier eromheen. En heel fijn. Zelfgemaakte lippenbalsem. Dat is ook echt heel makkelijk om zelf te maken. Dan een nagelknippertje en een paar andere kleine frutsels die daarin zitten. Dan voor oksels. Gladde benen. Heb ik iets heel moois. Deze. Safety Razor. Dat is een veiligheidsscheermes die echt fantastisch werkt. Het ziet er misschien enger uit dan dat het is. Maar ik moet zeggen, glad resultaat en ook weinig huidirritaties. Ik denk van, als ik er blij mee ben, dan zullen denk ik heel veel mensen daar blij mee zijn. En het is dus helemaal plastic vrij. Gewoon het mesje eraf draaien, een nieuwe drop en je kan weer verder scheren. Wat heb ik nog meer voor troep? Oh ja, nog meer deo. Ja, ik zei al dat ik helemaal fan was van al die deo's. Dit ben ik aan het uittesten. Ook super fijn, nice. Helemaal goedgekeurd, lekker in een potje. En dit, arganolie. Dat gebruik ik ook elke dag als crème. Die razor die hadden we het net al over. Dit zijn houten stokjes voor tandenpoetsen. En dan wat ook niet helemaal zero waste is, wat ik nog wel heb, is natuurlijke nagellak. Ik gebruik het bijna nooit, maar ik vind het af en toe wel eens leuk om met mijn dochter een beetje lekker te kliederen.
Nou, dat was dus deze la. Dan gaan we die dicht doen. En op naar de volgende la. En dan zie je handdoeken, washandjes. En hier heb ik allemaal medicijnen. Die ja, zijn eigenlijk niet zonder plastic te krijgen. Of zonder zo'n folie dingetje. Maar die kunnen gelukkig wel bij de apotheek ingeleverd worden. Dan heb ik hierin van die handige watjes. En die zijn in plaats van wegwerpwatjes. Die kan je gewoon wassen. Dus 60 graden, huppatee in de was. En nog een keer gebruiken. Dus kan je gebruiken voor het verwijderen van make-up. Samen bijvoorbeeld met argenolie. En nou, deze zijn ook heel erg leuk. Mijn kinderen zijn daar heel erg dol op. Tenminste, ze zijn niet dol op pleisters. Maar als ze er eentje moeten krijgen, dan krijgen ze er eentje met een heel schattige panda. En last but not least. Tada! De shampoo bar. Echt een geweldige uitvinding. Spaart zoveel flessen. Eén zo'n shampoo bar is ongeveer hetzelfde als 3 shampoo flessen. Ik hoop dat deze video nuttig voor je was. Tot de volgende keer. Doeg!